Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Exen. Welkom bij Medical Travel. Deze aflevering krijg je te horen waar je als man terecht kunt als je problemen hebt met je prostaat. En we gaan het hebben over ADHD. En we gaan nu eerst beginnen bij Kids Tower. Kids Tower is een behandelcentrum voor kinderen met een zintuigelijke, lichamelijke of verstandelijke beperking. En er wordt ook logopedie en fysiotherapie gegeven. Basis in Perspectief is een psychologisch centrum en onderdeel van Kids Tower. Basis in Perspectief bestaat al 28 jaar en is gespecialiseerd in persoonlijkheidsstoornissen en hoogbegaafdheid. Het gaat om de kracht in het kind. Juist een beperking kan het kind sterk en krachtig maken van binnen, zodat het kind anders in het leven gaat staan. Een persoonlijkheidsstoornis zoals ADHD of autisme zien wij niet als een beperking voor het hele leven. Juist bij kinderen hebben ouders een cruciale rol om hun kind te helpen en te begeleiden. Ouders weten vaak niet welke mogelijkheden ze zelf hebben om een kind te helpen. Ze hebben handvatten nodig, waardoor kinderen veel meer in hun kracht komen te staan. Nou, Chiara is hier binnengekomen toen ze een jaar of drie was. En we hebben haar onderzocht en daaruit is eigenlijk een algehele ontwikkelingsachterstand en autisme gebleken. We hebben haar daarop kunnen behandelen en via speltherapie hebben we echt een groei in haar ontwikkeling gezien. Daardoor is zij ook nu een jaar geleden ongeveer gestart aan een lichtere vorm van speciaal onderwijs. Ja, als we dan terugkijken naar het begin, hadden we dat toen in vergelijking met toen nooit voor mogelijk gehouden dat ze dat nu zou redden. Ze krijgt wel nog bij ons behandeling na schools om even net dat extra wat ze nodig heeft nog mee te geven. Ja, op een gewoon regulier kinderdagverblijf heb je sowieso heel veel kinderen op een groep. Ja, dat is voor haar gewoon veel te veel. Er komen veel te veel geluid, veel te veel prikkels. Dat kan ze gewoon niet aan en hier is het allemaal veel rustiger. Het is veel meer één op één begeleiding. Er kan veel meer tijd genomen worden, want op een regulier kinderdagverblijf heb je dat niet altijd. Voor haar is het gewoon veel beter. Veel hoogbegaafde kinderen ontwikkelen zich vaker sterker rationeel dan emotioneel. Hierdoor kunnen ze zich onbegrepen gaan voelen. Soms wordt er door afwijkend gedrag een foute diagnose gemaakt en komen ze op een verkeerde plek terecht. We werken al zo'n 25 jaar met deze methodiek, waarbij hoogintelligente kinderen qua emotionele ontwikkeling een inhaalslag maken, waarbij ze een paar jaar kunnen inlopen. Een kind wordt daardoor rustiger en kan zich beter gedragen in de omgeving. Wordt er gelukkiger van. Heeft meer innerlijke rust en harmonie en gaat zich daardoor anders gedragen. Nou, het gaat heel goed met onze zoon, gewoon Tristan. Hij is 6 jaar, een heel intelligent ventje. Spreekt Nederlands en Spaans en hij wil al jaren neuroloog worden. Zijn cognitie dat ging toch ten koste van zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. En wat wij gemerkt hebben als ouders, dat de therapieën die hij kreeg, dat toch voor ons handvatten waren waar hij dus daarmee in groeide. Bij Kids Tower krijgt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. We hebben waarschijnlijk allemaal wel een keer een wond gehad. Maar er bestaan complexe wonden die te laat behandeld worden. Exen is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in de kwaliteitsverbetering van wondzorg. Maar waar Exen zich nou precies in onderscheidt, dat gaan we nu bekijken. Exen onderscheidt zich met name door zo'n 36 ziekenhuizen in Nederland te faciliteren bij een wondexpertisecentra. Dat betekent, we maken een business case voor ze, kijken hoeveel patiënten er in hun regio normaliter aanwezig zijn. En we doen voor hun de hele coördinatie tussen de eerste en de tweede lijn. Dat wil zeggen, je komt bij de huisarts, dat de huisarts weet wat de specialist doet, dat de specialist weet wat de huisarts doet en wat de thuiszorg doet. En dat coördineren we. We zijn in 2009 begonnen met het opzetten van een wondexpertisecentrum, ook wel WEC geheten. Omdat we vonden dat wonden meer gebundeld moesten worden op één polykliniek. Wij zeggen eigenlijk binnen het wondexpertisecentrum concept, als een wond langer bestaat dan 2 weken en er zit geen duidelijke verbetering in, dan moet je hem eigenlijk naar de
medisch specialist toestuur. Die doet de diagnostiek, kijkt wat is er met die patiënt aan de hand. Wat voor achterliggende oorzaak is er dat die wond is ontstaan. Die gaat de behandeling inzetten en kan de patiënt dan weer heel snel teruggeven aan de huisarts of aan de thuiszorg. Patiënten met complexe wonden, want daar praten we over, die moeten op één polykliniek komen met één verpleegkundig specialist die daar goed voor is opgeleid. Die weet wat voor wondbedekkers er zijn en die weet wanneer je aanvullend onderzoek moet bedrijven om een wond sneller te laten genezen. We hebben de uitslag van de enkel-armindex, die heb ik je net laten zien, hè? Ja. Heb je die al bekeken? Ja. Dus ik denk dat we aanvullend onderzoek moeten hebben. Dus zullen we nog even kijken naar de wond en dan een plan maken? Nee. Nee. Ja, dat is toch wel een groot defect, mevrouw de Haan. Het vervelende is ook dat de pees bloot ligt, dus dat is wel een gecompliceerde wond. Maar goed, laten we eerst even kijken wat het beste is voor u en waar het probleem nou precies zit. Ik moet zich voorstellen dat in het algemeen lopen de mensen met complexe wonden soms jarenlang met een open been, terwijl dat in meerderheid van de gevallen sneller, dat we dat sneller kunnen laten genezen. Dus het is heel goed om daar een diagnose op te plakken. Een wond is geen diagnose, een wond is een symptoom. Het is belangrijk om de juiste diagnose te bestellen, om de juiste behandeling te geven. We beginnen nu in het ziekenhuis, maar we zouden dus die specialistische kennis van zowel de verpleegkundige, maar ook van de specialist, eigenlijk redelijk eenvoudig naar de eerste lijn, naar de huisarts toe kunnen brengen. Zodat een patiënt met een wond sneller kan genezen, waardoor we betere wondzorg kunnen bieden en waardoor we ook kostenbesparend bezig kunnen zijn. Er zijn vaak wat oudere mensen, wat minder mobiel en gewoon slecht naar het ziekenhuis toe kunnen komen. En dan geef je die zorg, die gespecialiseerde zorg, in de situatie thuis bij de patiënt. Ja, ik heb een wond aan mijn been. En ja, dat wil maar niet dicht. Dat heeft geen zin om dicht te gaan. Dat is al 3 maanden. Dat is steeds open. En dan ben ik weer een paar dagen na het spoelen is het weer schoon. Dan ga ik even een foto van uw wond maken. Dus de foto die gaan we weer verwerken in uw digitale systeem. Ach. En dan kunnen we heel mooi kijken hoe het met uw wond gaat. Ja. En of die groter of kleiner wordt. Zo, dan gaan we hem opnieuw verbinden. Wij denken dat heel veel wonden die er in Nederland zijn, laten we het sterk zeggen, de genezingstijd met de helft verkort zou kunnen worden. Veel mensen denken dat ADHD iets is dat alleen maar kinderen hebben. Maar volwassenen kunnen ook met ADHD te maken krijgen. Alleen, die komen er vaak veel te laat achter. De ADHD-centrale stelt in 1 dag een complete diagnostiek. Tot voorheen niet zo heel erg sterk het idee van ik heb daar hulp bij nodig. Maar ik merkte wel naarmate ik ouder werd dat ik meer last kreeg van joh, ik pik die informatie niet op, het gaat aan me voorbij. En daar kreeg ik gewoon echt last van. Dus eigenlijk pas 1 jaar of 3 geleden dat ik dacht, nou, ik moet me gewoon eens een keer goed laten onderzoeken. ADHD-patiënten, het komt op. Hè? Ze hebben het idee van, ik wil dat laten onderzoeken. En eigenlijk willen ze dan meteen, ze bellen dan ook meteen en willen dan ook meteen een afspraak. En het liefst de volgende dag. En als we dat kunnen, doen we dat. Dat is een kwestie van organiseren. Het is een kwestie van patiënt centraal stellen. En vervolgens de professionals eromheen. En die professionals, die plan je eromheen qua onderzoeken. Hier zie je grafische weergave van de hyperactiviteit. Ja. En ook hier het aandachtstekort. Je merkt zelf wel van, hey, ik moet heel veel moeite doen om me te concentreren. Wat nou de bedoeling is dat je straks de proefmedicatie gebruikt. Ja. En dat je dan opnieuw de test gaat doen. Hier zien we de scoring van de QB-test voor medicatie. En wat je hier ziet voor medicatie, zie je al deze kleine streepjes. Dat zijn missers. Daar is niet gedrukt, terwijl er gedrukt had moeten worden. En hier met medicatie zie je dat die eigenlijk, er zijn er maar 2 hier. De uitslag was dat ik ADD heb, dus echt een tekort aan aandacht. Als je kijkt naar de test en hoe die is opgezet, heb ik gewoon 38 keer de informatie gemist en niet op de knop gedrukt, terwijl ik dat wel had moeten doen. Met die test toon je 3 dingen aan. Dat is of iemand onrustig is, lichamelijk onrustig is. Dat nemen we waar, dat wordt gemeten.
Hier is een voorbeeld van een patiënt met hyperactiviteit, dus lichamelijk heel erg onrustig is. Zien we hier voor medicatie en hier is het beeld na medicatie. Dan zie je dat iemand helemaal rustig is. Daarnaast meten we de concentratie en we meten of iemand geconcentreerd kan blijven over de tijd van 20 minuten. En het derde is dat we kijken van is iemand impulsief. Dus is iemand geneigd om maar te drukken, hè, terwijl dat niet het juiste is. Mensen in mijn directe omgeving zijn ook wel eens getest op dit soort dingen. En dan ga je naar een psycholoog en die zegt van nou, er is niks met je aan de hand, je bent gewoon een lapswans. Ja. En hier hebben ze gewoon echt kundige mensen in dienst die ook op een gelijkwaardige manier met je omgaan. Dus je wordt er echt bij betrokken. Bij ADHD heb je verschillende vormen, zou ik maar zeggen. Maar het vervolgtraject is eigenlijk hetzelfde, is identiek. Alleen per individu, per patiënt, kan het wisselen omdat ze een andere wens hebben. Een andere wens hebben van wat ze in het vervolgtraject willen. Tot straks, na de reclame. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Exen. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Exen. Als je last hebt van je prostaat, dan is het vaak heel moeilijk om hierover te praten of om je hiervoor te laten behandelen. Bij De Boer Mannenzorg bieden ze een professionele en een toegankelijke omgeving om als man te praten over deze problemen en je daarvoor te laten behandelen. Mijn problemen zijn namelijk dat ik de plassen dus veel nadruppelt en... Ja, dat is natuurlijk lastig, vooral midden in de nacht. Dan moet je soms 2, 3 keer en soms 4 keer je bed uit. Oudere mannen hebben het probleem met de plassen. Dat is echt iets van oudere mannen, groter worden van de prostaat. En ook het achteruitgaan van de testosteron. Dat is echt vooral voor oudere mannen. Dat wisselt bij jonge mannen nogal. Nu blijkt het dat die plasklachten vaak gepaard gaan ook met seksuele klachten. Bijvoorbeeld dat het met die erectie niet meer zo goed gaat. Is dat bij u ook het geval? Jazeker. Dat heb je natuurlijk vanwege mijn leeftijd. Hindert u dat heel erg of maakt het u dat niet zo heel veel uit? Natuurlijk. Iedere man wil een man zijn op zijn leeftijd en dat vind ik wel heel belangrijk. Maar bijvoorbeeld vroegtijdige zaadlozing is echt iets wat bij jonge mannen ook al voor kan komen. Wat een enorm effect heeft voor de kwaliteit van hun seksleven. Ze durven geen relatie aan te gaan, ze durven niks en komen in een enorm isolement terecht. En dat effect is heel groot op hun leven. Want dat plassen en die seks komt vaak met elkaar voor en daar kunnen we tegenwoordig wat aan doen. Daar moet ik u zo meteen eerst even voor nakijken. Vroegtijdige zaadlozing kun je op verschillende manieren behandelen, maar de groep die het van jongs af aan heeft gehad, hè, dat doen we bij de primaire vorm, degene die het meteen van het begin van zijn leven, van zijn seksleven al ervaarde, hè, zo snel klaarkomen, daar geen controle over, die moet je met medicijnen behandelen. En daar zijn tegenwoordig medicijnen voor die precies daarop gericht zijn om die behandeling te doen. Mijn vrouw die heeft namelijk mij geadviseerd om daaromtrent de huisarts in te schakelen en met hem te gaan praten of daar niet een of ander middeltje voor is dat over kan zijn. Heel veel mannen hebben ook het idee dat er zal vast wel niks aan te doen zijn en dus moeten we gewoon doorleven, dit is ons lot en dan moeten we het beste van maken, klaar. Maar dat is soms ook een drogreden om zichzelf niet bloot te stellen, om niet naar die dokter te hoeven. Voorheen, vroeger jaren, toen je pas getrouwd was, zo dat je dus elke avond van hou je op. Nee, dat doen we niet. Op een bepaalde leeftijd dan is het beperkt. Maar als we beperkt voorgekomen, dan is het alleen maar belangrijk dat je dus nog weet dat er leven in jou zit. En ook een beetje seksualiteit nog mee kan spreken en ook nog mee kan doen. Dat is heel belangrijk voor oudere mannen, zowel voor de man als voor de vrouw. Ja, mannen moeten eigenlijk zelf in actie komen. Ja, moeten. Ik zeg niet wat mannen moeten, maar ik wil ze de gelegenheid geven om actie te nemen en daar terecht te komen waar adequate hulp kan worden geboden door een deskundige persoon. Oomverzekeringen is gespecialiseerd in verzekeringen in het buitenland. Maar wat moeten we nou allemaal weten over verzekeringen in het buitenland? Het probleem is vaak dat mensen zich niet realiseren dat de Nederlandse basisverzekering niet automatisch meegaat naar het buitenland als je daar voor langere tijd gaat wonen.
En wij raden de mensen daarom ook aan om even contact op te nemen met hun huidige ziektekostenverzekeraar, om daarna te vragen of ze hun verzekering mee kunnen nemen naar het buitenland. Het is heel belangrijk dat je voor jezelf afweegt welke risico's je wel en niet zelf wil dragen. Stel dat je ook geen reisverzekering hebt afgesloten, eigenlijk helemaal nergens verzekerd bent, dan kan het zomaar zo zijn dat je al die kosten zelf moet gaan betalen. In een aantal landen is het zo dat bepaalde aandoeningen niet meeverzekerd kunnen worden, tenzij je daar een aanvullende verzekering voor sluit. Maar als je voor langere tijd naar het buitenland gaat, hou er dan rekening mee of je het gevoel hebt dat je onbezorgd op reis kunt gaan. Als er een keer wat gebeurt met een familielid, je opa of oma wordt ernstig ziek, heb je dan financiële middelen om terug naar Nederland te gaan of wil je daarvoor verzekeren? Maar bijvoorbeeld ook als je voor langere tijd in het buitenland gaat wonen en je laat in Nederland een huis achter dat je nog niet hebt verkocht en je verhuurt het. Hoe regel je dan als je bijvoorbeeld problemen krijgt met je huurders? Daar kan je een rechtsbijstandverzekering voor sluiten bij een gespecialiseerde verzekeraar in Nederland bijvoorbeeld. Als je je buitenlandse ziektekostenverzekering in Nederland regelt, heb je het grote voordeel dat je alle communicatie in het Nederlands kunt doen. Bovendien zijn die verzekeringen gebaseerd op het Nederlandse zorgstelsel. Daarvan weten de meeste Nederlanders hoe die werkt. Terwijl als je lokaal in Spanje of in Thailand je gaat verzekeren, je meestal geen idee hebt hoe daar het ziektekostenstelsel in elkaar zit. Verder is het zo dat wij een beschikking hebben over een alarmcentrale die 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar is, waar je al je vragen kunt stellen in het Nederlands en die je kunnen helpen met alle lokale zaken waar je tegenaan loopt. Zo zijn er in buitenland ziekenhuizen die vooraf een voorschotbetaling vragen of een creditcardgarantie. Als je contact opneemt met de alarmcentrale, dan nemen zij al die zorg voor jou uit handen. Nou, de meeste zaken kunnen digitaal afgehandeld worden. Je kan de polis vanuit het buitenland digitaal aanvragen. Je kan je declaraties online indienen. En als je niet wilt bellen of e-mailen, dan kan je ook met onze medewerkers chatten. En op die manier proberen wij de afstand tussen het buitenland en het vertrouwde Nederland zo klein mogelijk te houden. Fysiotherapie wordt door heel veel mensen gebruikt. En iedere fysiotherapeut heeft zo zijn eigen manier van aanpak en zijn eigen specialisaties. Bij Amsteland Fysiotherapie in Amstelveen worden al deze specialisaties samengebracht. We volgen een patiënt. Ik ben gevallen van de fiets en met mijn onderbeen tussen de spaken gekomen. Door dat ongeluk had ik een open botbreuk en verbrijzeld onderbeen. Mevrouw heeft 11 jaar geleden een hele gecompliceerde onderbeenbreuk gehad. En wat je doet met de tape is door te testen, hè, in richtingen dat mevrouw dus zelf aangeeft van hey, nu voel ik minder pijn. Oké, mag je nog een keer je voet naar je toe trekken? Hoe is dat? De bedoeling van de tape is dat ze mij ondersteunt in het lopen. Dat helpt me. Daardoor ga ik minder manken en hoop ik iets beter te kunnen lopen. Doordat ik de tape op maximale rek zet, dit heet oscilleren, en wat je daar eigenlijk mee doet, is mobiliseren, dus het losmaken, deze richting op. En door het insturen is het doel dat het lichaam van mevrouw het zelf weer gaat overnemen. Ja, dus dat ze uiteindelijk steeds minder fysiotherapie nodig heeft en dat ze het zelfstandig door middel van oefeningen en training thuis kan onderhouden. Ik heb er heel veel baat bij. Ik heb sinds Teresa deze behandeling doet, is mijn lopen heel erg vooruit gegaan. Heb ik minder klachten gekregen, ja, door dat manke loopje wat ik heb. Wat je vaak ziet is op het moment dat mensen gevallen zijn, dus een trauma hebben meegemaakt, dat er in spieren een soort van hele strakke banden ontstaan met daarin een ertje. Dat ertje dat noem je een triggerpoint. En dan ga ik met een naaldje ga ik in de spier, in die strakke band, precies naar dat soort van ertje toe. Dan komt het naaldje in en dan is eigenlijk het doel dat die spier gaat twitchen. Op het moment dat ik dus voel dat die spier niet meer twitcht, dus niet meer heen en weer beweegt, dan is dat punt uitgedoofd. Nou, we zijn klaar. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Ja. Dan ga je nu naar Jasper. Ja. En die gaat met je een aantal oefeningen doen. Er zit een krachtplaat onder die loopband en er staat een beamer naast en die kan dan dingen projecteren.
En dat is in contact met die krachtplaat. Want die meet waar de voeten neergezet worden. Hoe groot de paslengte is en hoe snel de pas achter elkaar gezet worden. En aan de hand daarvan kun je dus de projectie aanpassen. En zo kun je verschillende items van het lopen zeg maar beïnvloeden. Ik vond het heel leuk. Ten eerste dat je kan meedoen. Maar het geeft me ook inzicht dat ik dus inderdaad ongelijk loop. En het leert me dus wel gewoon in evenwicht blijven. En dat kun je met die blokjes heel mooi doen. Waardoor iemand heel duidelijk de cue krijgt van ik moet mijn voet daar neerzetten. En dan kun je heel gericht op trainen. Maar je kunt ook balans items en valpreventie werken door wat obstakels erin te zetten. Waardoor het net lijkt of je buiten loopt en ineens om iets heen moet. Ik heb het gevoel dat je er zekerder van wordt. Dit doe ik nu één keer per week. En ik zie echt dat het positief effect heeft op het buiten functioneren. Stel je wordt geopereerd, dan heb je de keuze om of thuis te herstellen of in een verpleeghuis. Maar je moet zelf wel weten welke keuze je maakt en welke opties er mogelijk zijn. Zo kun je bijvoorbeeld naar een kuurhotel gaan. Wij zijn nu in Wijk bij Duurstede bij het Kuur- en Herstelhotel. Joost Zorg is een thuisorganisatie van origine die zich echt richt op zorg op maat, persoonlijke aandacht voor de mensen. En toch wel met een bijzonder karakter, een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Dat ik zelf, zeg maar, mijn eigen zorg zelf eerst heb opgelost en dat toen wilde delen met andere mensen. Nou, het probleem begint als je leven om de zorg draait en niet de zorg jou in staat stelt je eigen leven te leiden en te vorm te geven. Ik was niet binnen hier vorige week, alsof zat een fysiotherapeut op me te wachten. En die zei, ben je Kees Maud, wij gaan naar de gang. En dat ging zo door. En zo is er elke dag, wordt het ook aantrekkelijk gemaakt. En ja, dat zijn goede mensen die bereid zijn zich voor je in te spannen, een band te kweken en daarmee aan de gang te gaan. Het heeft echt een hospitality sfeer. Nou, goede hotels, daar voel je ook in thuis. En dit is eigenlijk een soort huisgevoel. Mensen zijn hier op kracht aan het komen of aan het herstellen. Het is verzorging op maat. En je komt binnen en je bent de gast. Nou, ik moest een plek hebben waar ik zou kunnen worden verzorgd. Waar mijn vrouw ook bij me kon zijn. Het is natuurlijk een voordeel dat je hier kan komen met je partner. Dat hij al of niet verzorging nodig heeft, dat doet er eigenlijk niet toe. Maar soms is het stimulerend voor mensen om samen te komen. Omdat ze anders heel ongerust zouden zijn als een van twee thuis blijft. Verder is natuurlijk de omgeving hier fantastisch. En de hele sfeer is ontzettend prettig. We hebben geleerd in klassieke geneeskunde dat het begrip healing environment heel erg belangrijk is. Als je mensen, zieke mensen brengt in een omgeving die frisse lucht heeft, bloemen, mooie kleuren, rustig en gebalanceerd ten aanzien van geluid en bejegening en benadering, dat dan een enorme versnelling geeft in het genezingsproces. Wanneer mensen uit het ziekenhuis eerder kunnen vertrekken, dus minder lang in het ziekenhuis liggen, dan zijn daar minder kosten maatschappelijk mee gebaat. Dan kunnen ze hier komen en hier is het relatief natuurlijk, nou niet relatief, het is hier gewoon goedkoper. Het is natuurlijk nooit zo goedkoop als thuis, maar de besparing zit in het feit dat je minder lang in het ziekenhuis ligt, daar eerder weggaat, hier kan herstellen en dan ga je naar huis. Daar zit de besparing. Aflevering gemist? Ga dan naar rtlxl.nl. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Xen.